De verzorgingshuizen zijn mede op uw initiatief gesloten. Dus mensen blijven langer thuis wonen. Hoe organiseren we die zorg thuis goed? Exact. En daar hebben we te maken met dat er ontzettend veel geld is weggehaald. En wat je krijgt is dat gemeenten toch gaan zoeken naar manieren om die zorg overeind te houden. En uiteindelijk zijn het de mensen die de rekening hebben betaald, want die hebben salaris in moeten geven. Laten we hier even een punt zetten. Als het nu gaat, waar liggen nu oplossingen voor problemen in bepaalde gemeenten? Ja, wat ons betreft is de oplossing dat wij landelijk vaststellen wat het minimum is wat iedereen, waar je ook woont, aan zorg waar je recht op hebt. Op dit moment hebben we in Nederland postcodezorg. Dat wat je postcode is, bepaalt wat voor zorg je wel of wat voor zorg je niet krijgt. Nou, dat is natuurlijk van de gekke. Ik ben het met de beide heren eens dat wat je lokaal kunt regelen, dat moet je lokaal regelen. Dat is ook prima. Hoe ze dat organiseren, dat mogen gemeenten zelf invullen. Maar het is te gek voor woorden dat ouderen van 80, 90 jaar in sommige gemeenten, want daar heb je die postcodezorg weer, naar de rechter moeten om bijvoorbeeld hun thuiszorg af te dwingen. Wegen snijdt nou net het thema van het eigen risico aan, waarvan ik eigenlijk had gehoopt dat hij dat zichzelf zou besparen. Want als er nou één ding was wat we hier in Den Haag hadden kunnen regelen voor heel Nederland. En wat meneer Segers natuurlijk ook in het verkiezingsprogramma had staan. En waar hier in Den Haag 98 van de 150 parlementariërs het mee eens zijn. Namelijk het afschaffen, of in ieder geval het verlagen met 100 euro van het eigen risico. Ja, dat heeft u laten varen in de coalitieonderhandelingen.